Hoi, Danny Karma hier. Het is alweer eventjes geleden. Ik ben druk bezig geweest op de achtergrond om Karmicure op te zetten. Aan de ene kant gaat het heel goed. Aan de andere kant is het best moeilijk om een locatie te vinden. Ik had een mooie locatie, Camping De Lievelingen, op het oog. Alleen de kosten daarvan zijn zo dermate hoog dat het niet opgehoest kan worden. Er zijn ook een aantal dingen veranderd wat betreft Karmicure, waaronder de datum. De datum is niet meer op 3 en 4 september, maar hoogstwaarschijnlijk in oktober. Wanneer precies, dat moet ik nog even kort sluiten. Maar eerst moet er een locatie gevonden worden. Dus mocht iemand nog een leuke boerencamping ergens centraal Nederland weten, met faciliteiten en water en elektriciteit, voor een kleine prijs, dat we dat een dag of twee dagen kunnen afhuren, dan zou ik daar heel erg dankbaar voor zijn voor de enige reactie daarover. Verder wil ik het even hebben over, over waarom ik een tijdje dus geen video heb geüpload. Er is ingebroken bij mij, waar een grote som met geld afhandig is gemaakt en andere spullen. Een laptop, een MacBook, een opladers, noem maar op. Alle elektronische spullen is weggenomen. Daar heb ik best wel moeilijk mee. Door het raampje zijn ze naar binnen geklommen en zijn gewoon via de voordeur zijn ze eruit gegaan. Best wel lastig, omdat het onder andere ook een goede start was geweest voor Karmicure. Ik heb dus eigenlijk voor niets hard lopen sparen. Vervelend allemaal. Maar daar wil ik het niet langer over hebben. Ik wil allereerst dus een paar hulp vragen. Onder andere dus voor een geschikte locatie. Is er iemand die misschien zijn stuk land beschikbaar wil stellen voor Karmicure? Karmicure gaat geen geld kosten. De entree in ieder geval. Alle diensten op Karmicure, dat is voor de standhouder zelf. Zeer interessante gastsprekers. Ook Wim Visser van Dutch Digger News is bereid om te komen spreken als gastspreker op Karmicure. Charles Wolf van de 1111 Code. Mart Reker met zijn Nexi frequentietherapieën. Ik ga gastspreken uiteraard. Alleen wat nu heel erg nodig is, is een geschikte plek om Karmicure te houden. Over Karmicure. Mochten jullie Karmicure willen helpen en helpen opbouwen en helpen starten, onder in de omschrijving, in de description zeg maar, staat een tikkie link waarop je een donatie kan doen naar Karmicure. Ook al is het 5 euro of 2 euro, alle beetjes helpen. Als alle kijkers dat doen, ja, dan zijn we er zo. En dan zouden we eventueel ook wel een stukje land kunnen afhuren. Dus Karmicure entree wordt gratis, is besloten met mij en mijn inner circle, om het zo maar even te zeggen. Dat is ook de hele intentie van Karmicure, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Dat is de reden waarom ik waarom ik deze video ook even opnieuw doe. Dus de datum is veranderd. De datum gaat naar 1 en 2 oktober hoogstwaarschijnlijk, op zaterdag en zondag. En niet meer op 3 en 4 september dus. Dat is te kort dag. Gaan we ook niet redden. Er zijn ook te veel mensen op vakantie dan op dat moment of niet aanwezig. Dus begin oktober lijkt mij een betere, of lijkt ons een betere data. Goed, zodra de locatie bekend is, zodra wij een locatie hebben, hopelijk dat er wat reacties komen uit deze video. Dan kunnen wij Karmicure gaan opbouwen. Daarvoor is natuurlijk wel geld nodig. Ik werk me de pleuren, zou ik zeggen, maar dat is ook niet een goede term natuurlijk. Maar ik werk me wel helemaal kapot op dit moment. Uiteindelijk is er veel geld weggenomen. Ik overleef het zo wel, maar voor Karmicure is het nodig dat wij ook uw hulp nodig, dat wij uw hulp nodig hebben. Dus mocht u een kleine donatie willen doen of een grote donatie of wat dan ook, onderaan in de omschrijving staat een tikkie link met een blanco bedrag en dan kunt u zelf een bedrag invullen. Alvast heel erg bedankt namens het universum, namens mij, namens Karmicure, namens de inner circle van Karmicure. Heel erg bedankt voor het aanhoren sowieso en voor het steunen. Natuurlijk hebben we veel reacties gekregen voor mensen die er sowieso al die er willen staan om iets aan te bieden. Waaronder een voetdruk, waaronder een hondje.
Ja, dus dankjewel Marianne daarvoor trouwens, voor de foodtruck. Waaronder gastsprekers, het zijn er nu inmiddels al 7. Nee, het zijn er inmiddels al 9, sorry. Edelstenenverkopers, armbandenverkopers, energiehealers, ze zijn allemaal aanwezig. Dus Carmen Cure wordt een heel bijzonder evenement met allemaal mensen op dezelfde frequentie. En daar gaat het tenslotte om. Dus vandaar ook dat de entree gratis is. We willen gewoon zoveel mogelijk mensen bij elkaar brengen. Geld zou geen issue moeten zijn. Alleen, ja, we hebben wel wat geld nodig om op te starten. En we hopen dat de donateurs daarvoor in willen springen. En ons daarvoor willen helpen. Goed, genoeg over Karmic. Ik wil het graag even hebben over nummer 16 plus 1. Ik ben nu wel heel voorzichtig daarmee. Jullie weten waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Die dus. Die dus. Daar hebben we het nu even over. Op dit moment komen er steeds meer dingen uit die voorspeld zijn. Nou is er een grote beweging die onder de naam vallen. Die absoluut onzin verkopen. Ik word daar een beetje scheidsziek van. Want de hele beweging wordt in een kwaad daglicht gesteld daardoor. Terwijl zoveel dingen gelijk heeft gehad op dit moment. En de samenwerking met Trump is natuurlijk ook onlosmakelijk verbonden met elkaar. Dus wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal? Nou, zover ik weet is de supermoon nu in de supermaan dus is in Aquarius, in de Waterman. Nou zijn er ook veel nummers van vroeger bijvoorbeeld, van Party Animals, Aquarius. Die zingen dan op een gegeven moment When the moon is in the seventh house. Dus daar zijn wij nu ongeveer, geloof ik. Erg bijzonder. Betekent dat er een grote verandering aan de plaats gaat vinden. Dat merken de mensen nu misschien al. Mensen zijn nu moe, in de war. Vertigo, misselijkheid. Dat komt omdat de Schumann-resonantie weer gigantisch aan het piek is. Met krachten tot 72 op de Schumann-schaal, zeg maar. 72 hertz, dat is echt wel, dat is best wel veel. Alles tussen 40 en 100 hertz is fifth density, vijfde densiteit licht. En die dus, nummer 16 plus 1, die heeft het al voorspeld dat het een hete zomer wordt. Nou, volgens mij hebben we ook nog nooit zo'n hete zomer gehad in de afgelopen 20 jaar. Ja, het is gigantisch warm. Ook bijna geen regen. Dus het is, alles na alles komt in mijn ogen uit als doorgewinterde bestudeerder. Dus ik vind het hele bijzondere tijden. Ik ga er ook vanuit dat het allemaal goed komt. Ik ga er ook vanuit dat de wil van de mens goed is. Dat we Karmic zonder problemen kunnen opstarten. De boeren doen het goed. De blauwe, wit, rood. Nederland in noodvlaggen hangen overal door heel Nederland heen. Karmic wil ook graag boeren aanwezig hebben die hun natuurproducten kunnen verkopen. Dus neem contact met me op. De e-mailadres staat ook in de omschrijving, maar dannykarma3@gmail.com. Erg bijzondere tijden. En het is tijd om met elkaar te verbinden en samen onze krachten te gaan bundelen. En daar is Karmic Cure ook voor. En te helen natuurlijk. En spiritueel te kunnen onderwijzen, informatief educatie te kunnen bieden, leven met de natuur. Mensen op dezelfde frequentie, energie uitwisselen. Het wordt echt een mega evenement. We willen het eigenlijk wat kleiner beginnen. Mocht je geïnteresseerd zijn, laat me het in ieder geval even weten via een e-mailtje. De nieuwe website is in de maak voor Karmic Cure. Ik heb alles een beetje laten verslonzen de afgelopen jaar, maar daar ga ik geen excuus meer voor aanbieden. Het is allemaal gebeurd. Ik kan het nu niet meer terugdraaien. Het enige wat we nu kunnen doen is vooruit gaan. Daarbij wil ik ook iedereen steunen en een hart onder de riem steken van het komt allemaal goed, mensen. Echt waar, het komt allemaal goed. Wat jullie ook horen, wat voor doemscenario's er ook zijn, het valt allemaal onder de oude grote reset, de Great Reset van Klaus Schwab. En dat is gewoon van de baan. Dus hou je daar niet aan vast. De genocide was gepland inderdaad, dat weet ik. Alles is gepland, maar het gaat niet lukken. De agenda is overgenomen en eigenlijk dat al vanaf 2017, sinds de kopstukken allemaal zijn verwijderd, zoals het Vaticaan, Israël en Saoedi-Arabië. Rothschild natuurlijk en alle andere grote kopstukken in de piramide. We gaan terug naar een holarchie en niet naar de hiërarchie met de
rechtopstaande piramide, maar naar de omgekeerde piramide. Daar moeten we heen. Vandaar dat je Trump ook vaak zo ziet met zijn handen. Als je met grote Illuminati-kopstukken spreekt, of Bilderbergers, of wat dan ook. Zoals Henry Kissinger. Zoals Rothschild. Zoals, jullie weten wel wie. Zoals de kroon. Noem maar op. Dus, al met al, spannende dingen. Hele bijzondere dingen. Ik ga vandaag nog wat mensen terugbellen. Die ik beloofd heb om terug te bellen. Petra, Monique. Ik bel jullie sowieso even terug. Michael en Mathilde, ik ga jullie sowieso ook even bellen vandaag. Ik heb jullie hulp nodig voor misschien een nieuwe locatie. Misschien dat jullie nog iets weten, want de lievelingen is gewoon te duur. Dat kost ons enige duizenden euro's. En dat is natuurlijk niet de bedoeling om op te starten. Dat hebben we nou helemaal niet. Dus ik hoop ook dat de mensen zo vrijgevig zijn om Karmicure te helpen opstarten. Jullie namen worden genoemd. Tenzij jullie natuurlijk anoniem willen blijven. Laat een mooie omschrijving achter in de tikkie. Of je telefoonnummer achter in de tikkie, in de overmaking. En ik bel jullie even terug. En mochten jullie meer dan 25 euro overmaken, ik hou speciaal op Karmicure een sessie. Een speciale sessie als gastspreker. Voor de mensen die meer dan 25 euro hebben gedoneerd, om al jullie vragen aan mij te kunnen stellen live. En daar wil ik best een paar uren voor uittrekken, geen probleem. Zodat ik al jullie vragen heb zo goed mogelijk heb kunnen beantwoorden. Er zit namelijk wel een computertje hierin die veel informatie heeft. Dus misschien dat ik jullie op weg kan helpen met al jullie vraagstukken. Misschien dat ik wat puzzelstukjes kan verbinden, noem maar op. En ik niet alleen, er komen hele bijzondere mensen. Heel bijzonder. En ik hoop ook dat er mensen zijn met een groot stuk land die ons zouden kunnen helpen. Misschien een boer die ons zou kunnen helpen met het kunnen bieden, met het kunnen houden van een evenement op hun landgoed. Spannende tijden. Ik was gisteren helemaal kapot. Gisteren eigenlijk was zo moe van de Schumann-resonantie. Het was zo aan het pieken. Ik heb bijna de hele dag op bed gelegen. Het is ongelooflijk wat er gebeurt op dit moment. En ik weet niet of jullie het voelen. Ik denk het wel. Ik denk dat heel veel lichtwerkers daar last van hebben. Of last van hebben dat jullie het voelen. Maar luister naar je lichaam, hè. Luister naar je lichaam. Luister naar je tempel. Heel belangrijk. Ik ben inmiddels gestopt met alle negatieve invloeden in mij te nemen. Roken is mijn laatste dingetje nog. Maar dat gaat ook goed. Ik ben zwaar aan het afbouwen. Ik ben ook een stuk rustiger. Zoals jullie misschien wel merken. En ik wil de volgende video eigenlijk even wat dieper ingaan op de historie van ons als mens. Ik wil eigenlijk misschien dat ik een live stream kan doen. Dat lijkt me ook wel weer eens leuk. We moeten verder zeggen. Ik ga weer aan het werk. Ik ga mensen benaderen, planning maken, hopelijk een stuk land vinden. En hopelijk een stuk land vinden. Hallo. Hi. Ook een stuk land vinden en dat we daar Karmicure op kunnen houden. Het liefste wat centraal in Nederland. Het mag al Gelderland zijn, het mag Utrecht zijn, het mag Overijssel zijn, mag Noord-Holland zijn. Zolang het maar, of het noorden van Brabant eventueel nog. Zolang er maar zoveel mogelijk mensen kunnen komen, dat het goed bereikbaar is. Want als ik het in Friesland ga houden, dan ben ik bang dat er heel veel mensen al meteen afhaken. Nou, dat is niet de bedoeling. Ik wil jullie graag bedanken en mochten jullie een kleine donatie kunnen missen of een grote donatie kunnen missen voor Karmicure, voor de opzet van Karmicure, zodat we de entree ook gratis kunnen houden, dan zou dat uit mijn hart heel erg dankbaar zijn, heel erg dankbaar voor zijn, echt waar. Dus ik doe het niet graag, maar ik heb jullie hulp nodig. Karmicure heeft jullie hulp nodig, de mensheid heeft jullie hulp nodig. Laat ook weten of het voor Karmicure is of voor mij persoonlijk. Ik zou ook een kopje koffie lusten soms. Nee. Maar goed, laat even weten voor wat het is. En laat je telefoonnummer achter. En heel erg bedankt alvast bij voorbaat. Ik wens jullie allemaal een hartelijke, fijne dag toe. De Schumann is nog steeds actief. En dat gaat er nog wel even zo blijven, denk ik. Ik denk dat we echt in een shift zijn met de Superman Leo. Ja, in Aquarius. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk krachtig. Ongelooflijk vermoeiend ook. Veel inzichten gekregen. Ga lekker mediteren. Ga lekker met je blote voetjes door de modder heen. Door het water heen.
Zorg goed voor jezelf. Zorg voor goed eten. En ja, blessings. Veel zegenen. Dank jullie wel voor het luisteren. Bedankt. Doei.